Ik zweer het, hier was ik laatst nog. Was jij daar bij dat huisje? Want ja. Ik heb daar ook volgens mij. Ja. Ik heb je daar gezien inderdaad. Gozer, ik was daar serieus. Nee! Fuck! Wat de fuck moet ik weten dat het Finland is? Als ik maar 5 seconden de tijd krijg! Logfans opgelet. Sluit nu een nieuw internetabonnement af bij KPN met maand gratis Xbox Game Pass Ultimate en krijg een Xbox Series S cadeau. Ga snel naar kpn.com/log, want op is op. Gamers, we zijn er weer. We gaan vandaag een heel leuk spel spelen. Geocache. Jouw favoriet, hè? Ja, dit is een toppetje. Mooi. Hierdoor hebben we Acid uit het toernooi gekiept. Wat een beetje bleek uit de vorige video, dus dat het eigenlijk wel heel leuk is om 1-op-1 te spelen. Dus, wat gaan we doen? We gaan 2 keer een 1v1 hebben. We gaan door middel van de random team generator gaan we bepalen wie er tegen elkaar moet. Echt met de pucks zijn op dit moment veilig en 3 van ons. Arrij! Nee, heel stoer. Onnodig. Heel stoer. Nee, daar was niet goed voor. Uncalled voor. Een van ons vieren die kan zich ook nog veilig spelen. Dus, eerst komt er 2 keer een 1v1. En dan vallen dus 2 mensen af. En dan een grote finale. Jij kijkt me goed aan. En dan een grote finale van een 1v1. En die speelt zich dus veilig. Dat betekent dat de 3 van ons zich gaan voegen bij de Elimination Zone. Zo. Crazy. Spannend. Dus laten we eens kijken wie tegen wie moet. Ja. Dus kom even erbij. Dan doen we dit daar. Stefan, Frank, Don en Chapo. Wie is Stefan? Twee groepen. Wie is Stefan ook weer? Als je bij degene in de groep zit, daar moet je tegen. Laten we even kijken. En 3, 2. En 3, 2, 1. Stefan moet tegen Don en Frank moet tegen Chapo. Yes. Ik hoef gelukkig niet tegen Stefan, want die man is een... Ja, dat is inderdaad wel lekker. Ja, maar dat zeg je nu wel. Maar anders had hij sowieso gewonnen. En dan was je uiteindelijk alsnog tegen hem. Dus ja, het is... Maakt op zich niet uit. Pressure ligt me al, man. Ik wil niet een echt matchje poelen vandaag. Ik vind het vet dat een ding is geworden nu. Ja, leuk hè? Dat je een wandelende meme bent. Stefan versus Don. Gaan we beginnen. Gozer. Hey. Succes. Leuk. Goed komen, joh. En wij gaan gewoon een beetje chillen, denk ik, bij de heren. En ik vind het jammer, Dom. Nee, joh. Zo'n Elimination Zone is ook gewoon een keer spannend om mee te maken. Ik wil even safe kijken. Is Dom goed in Geocaster? Ik weet dat Stefan heel goed is. Ik denk dat Dom ook wel goed is, maar Dom is ook gewoon hyper intelligent. Eerlijk? Dom is wel echt heel erg intelligent. Ja. Hij weet precies waar je naar moet kijken. Ja, hij kan dit ook wel. Zij zijn wel aan elkaar gewaagd. Ik vind het leuk. Heeft hij ook multipliers? Ik dacht dat ik het dan gewoon hartstikke helder had uitgelegd. Ja. Waarom is het opnieuw? Ik snapte het voordat jij de uitleg deed wel en daarna niet meer. Dat is mijn fout, Frank. Sorry. Stefan. Ja. De regels zie je eigenlijk al voor je staan. We hebben 4000 health. En als iemand geraden heeft, heeft de ander nog 15 seconden over. Ja. Hoe verder je er vanaf zit, hoe meer schade het toe zal brengen. Ik ben zenuwachtig, man. Ik ben ook zenuwachtig. Ik vind het niet fijn. Kunnen we het niet oneindig uitstellen? Ah, okay. Ik ga gewoon start game. Ik ga van de pleister eraf trekken. Daar gaan we. Oh, oké. Okay. Dit was ik laatst nog. Ik was hier volgens mij ook trouwens laatst nog, man. Ik was hier serieus laatst nog. Dit is Almere. Ook. Dit is sowieso Almere. Ik wist dat je oké, wat hebben we hier? Het ziet er wel heel bekend uit. Dit ziet er inderdaad heel bekend uit. Nou, toch niet. Dat. Wauw, dit is een hele bijzondere plek. Ja? Ik denk nu dus al dat te weten dat het daar ergens is. Toen is hij wel echt, die heeft hier aanleg voor, hè? Oh, hij heeft wel geraden. Zal Stefan de juiste gok wagen? Je ziet het, na de midrol. Het was ook niet goed. Het was helemaal niet goed. Oh, dit is pijn, hij is meteen meer dan de helft van zijn leven kwijt. Ik denk dat zou het wel goed hebben als je het zo... Dit wordt een kort potje. Het was Nieuw-Zeeland? Ze deden links. Oh, dat zag ik niet. Oké, nou, het is tot ziens in de Elimination Zone. Zoveel kilometer verschil, oh mijn god. Dat was een te ambitieuze gok. Andere kant van de wereld. Ik denk, ik gok gewoon snel, weet je, om jou even onder druk te zetten. Maar dat heeft me eigenlijk in de bips gebeten. Dat is wel een tactiek, man. Zit nou weer. Oké. Je gaat gewoon weer. Word ik stiekem niet veel wijzer van. Hier wordt er weer een gokje gedaan, hier zo. We hebben het over Ik denk dat dit een gokje is.
spelen? Oh, hij zit eigenlijk hetzelfde. Ja, hij heeft net van zijn fout geleerd. Ja. 5 seconden. Weer Nieuw-Zeeland, bro. Ah, is dat is... Oh, ik heb nog 89, ik zat er helemaal niet zo ver vandaan. Oh, Auckland. Kunnen we even gewoon niet linksrijdende landen hebben? Van Steven ga je toch nooit kunnen winnen? Ja, ja, dus kijk. Zeg alsjeblieft dat ik dit goed heb, dan voel ik me zo goed. Ja, ik zit Italiaans. Ja, 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 maak me trots. Het zou ook ergens een beetje oostblok kunnen zijn, hè? Nou, dan ga ik huilen. Oh. Oh, hier was ik laatst nog, ja, ja. Dan de vraag waar. Volgens mij, ja, het is interessant wel trouwens. Zuid-Amerika ziet er heel bijzonder uit. Italië natuurlijk, dat zeg ik. Italië. Wow, de San Marino zelfs. Ah, nee niet. Je zat er wel dichterbij. Ja, maar het is nu gewoon elke fout die ik maak is het gewoon klaar. Dat is zo scheid. Dat nou weer. Oké, daar word ik niet wijzer van. Ik ben dus wel eens in Lelystad geweest. Ja, en daar is dus en de weg naar Lelystad toe, die ziet er dus zo uit. Is dat zo? Ja. Interessant. Daar misschien een beetje. Ja. Het is in ieder geval geen Brabant, dat kan ik je wel vertellen. Dit is niet Brabant. Nee, want als Brabant is lelijker dan dit. Stiekem, ja, nu, ik ben nu elke keer bang om elke keer de eerste gok te nemen. Ja, dat snap ik wel. Jij, alles wat jij doet is nu fataal, ja, als het fout is. Ja. Zal deze fataal zijn? Het is niet fataal! Oh, hey. Wow. Zo, dat scheelt niet veel, man. Maar hoe zou... Waarom... Nieuw-Zeeland heeft mij echt in de kont geboord. Nieuw-Zeeland heeft je wel echt geboord. Oh, wacht Don eens even. Nog. Don leeft nog. Ja, nog wel. Het begint toch spannend te worden. Als Stefan nu één keer per ongeluk de andere kant van de wereld kiest... Ja, dan is het... Maar dat is ook wat moet gebeuren. Maar Stefan is zo goed in dit spel. Nee, dat is geen bocht. Waar, oh waar? Oh no. Interessant dit. Heel interessant. Heel interessant. Heel interessant. Dit is Almere. Denk je? Ja, dat moet toch wel. Ik ben wel eens in Almere geweest en dit is sowieso niet Almere. Oh. Dit is Brabant. Kan je huisjes kijken? Uh-huh. Oeh, kijk eens. Wat is dit? Grappig. Stefan is wel op snel gokken dit keer. Ja. De laatste paar. Dezelfde. Hij kan het natuurlijk ook doen. Dat is het lekkere. Ah, jongens. Ik wist hem niet. Boom, oei. Afgemaakt. Klaar, knock-out. Het is klaar met Don Gaming. Jeetje. Man. Don gaat naar de Elimination Zone. Dat doet mij pijn, auw. Jezus, wat is dit lijp, zeg. Jammer man, jammer. Deze guy. Dit is heel jammer. Ja, succes voor jou straks, of jij. Dit is een hele pijnlijke... Dat streepje op die A, was je ook bij die supermarkt? Maar nee, hier nu. Ja, bij deze net. Nou, ik heb per ongeluk fout gegokt. Ik was in warm met Letland en Litouwen, maar het was Letland. Ja, maar dat zit naast elkaar. Ja. Maar hoe... Wat was... Ik had een nummerbord. Nummerbord? Maar die was gewoon wit. Van het Letland. Was gewoon... Nee, het staat LV. Van Latvia. Dat is toch geblurred meestal? Nee, hier niet. Soms staat het zo net op... Je moet een beetje mannen... Ongelooflijk. Een beetje mannen weer tegen. Zonde van die eerste, want anders was het spannend. Die eerste, ja, ik dacht, ik ga gewoon gelijk Groot Benetton. We zaten dicht bij elkaar de hele tijd namelijk. En ik dacht zelfs, ik ga nog een beetje verfijnd. Ik ging een beetje richting Wales. Ja. Zo voelde ik hem. Wow. Ik voelde een beetje Wales. Maar hoezo? Ja? Oh. Ja. Maar ik dacht, nou weet je, eerste indruk en het heeft me in de kont gebeten. Ja, die is zonde man. Succes Frank. Succes gamers. Gozer Frank, zet hem op. Succes. Gozer, ik heb er zin in. Oh. En zal je zien dat ik nu ineens alles weet. Ja, dat heb je altijd. Je bent ook een beetje mazzel hebben. Ik ben gewoon altijd trillen of zo, man. Oost-Europa fok ik het altijd op. Ja, maar dat kan je niet heel ver vandaan zitten. Rusland is echt faya bijvoorbeeld.
Volgens mij zijn zij allebei een stuk minder bekwaam in GeoGuessr. Frank, dit weet jij. Ja. Ik heb stiekem ook al een idee bij niet. Ja, ik weet het. Jij weet hem? Ja. Ik weet het ook. Ik weet het niet. Hij zegt ik weet het en dan ik weet het niet. Weet je waarom ik zei ik weet het? Zodat hij niet snel ging gokken. Ah, oké. Okay. Ja, precies. Ja. Nou, goed dat je dat dan nu in dezelfde ronde als nog zegt. Ja, ja, ja. Je ziet hier wel dat ze echt ze zijn een stuk rustiger aan het klikken. Ja, deze. Die worden heel chill, alsof je op vakantie met een beetje sightseeing doen ze. Maar Frank is ook verbijsterend stil. Frank is ook heel lang aan het nadenken, maar het is ook mooi. Neem je tijd. Dit is altijd lastig. Oh, wacht, wacht. Ja, om dat te kijken, er zijn meerdere natuurlijk die... Ja, er is één ding wat het best wel weggeeft hier zo. Hè? Kijk wat ik zie. Dit moet het aan mij geven. En nog niet gokken, we kunnen gewoon de tijd nemen. Ja, weet je, ik gun jij dat ook wel. Love, love, je weet toch? Frank, waar zoek je naar? Ja, weet je, zit ik... Kijk, ik weet de taal. Dat je weet de taal? Ja, dat weet ik. Oké. Okay. Maar ja, dat zegt natuurlijk niet alles. Maar dit kan alles zijn. Wat? Maar ga je met jij door? Kijk, ik denk dat ik het wel weet. Ik denk hier ergens en dan ga ik voor... Hier? Het Nieuw-Zeeland fokt hem op, want ik keek niet naar de zon. Had ik moeten doen. Ja. Sorry, Frank. Ja, weet nee, je sorry voor mezelf. Maar die heb je hier niet. Ik heb het helemaal fout. Wat? Wat doe ik? De zon is bewolkt. Dat hij wel precies hetzelfde doet? Daar lijkt het wel op. Oh. Ah, ja, maar je kan nog wel zeg maar het licht zien. Nou, maar soms fokt hij hem echt op, hè. Wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? Hij heeft nog niet gegokt. Auw, mijn hemel. Hey, ik heb geen tip gegeven, hè. Dat is gewoon in één keer. Dat is een KO. Nee, joh. Holy shit. Hoe heb jij dit zo perfect geraden? Kijk, ik zat de hele tijd te kijken van, oké, dit ziet er niet uit als Spanje. Dus het moet Zuid-Amerika zijn. Ja, dat dacht ik ook. Brazilië. Maar Brazilië is Portugees, maat. Dat is niet Spanje. Dat is niet Spaans. Welk land heb je uiteindelijk gedaan? Colombia. De nummerborden zijn geel. Maar ja, hij zat er ook misschien 100 kilometer naast. Geel. Ik weet niet hoe ver ik er vandaan zat. Ja, maar jij zat goed hoor. Hey. Ja. Oh, yo. Ik schaam me gewoon. Holy shit. In Bogota ook nog gewoon. Je klikt er bijna op. Je zat er 165 kilometer naast. Dat was wel... Ik zeg je eerlijk, respect man. Dank je shit. Hey. Zo snel kan het gaan. Zo snel kan het gaan. Zo snel kan het gaan, gozer. Ja, joh, ik denk ik ga mijn koffers inpakken, man. Yeah. Ook Chatmo gaat naar de Elimination Zone. Wat doe jij nou? Ja, dat is een special effect. Een soort van Cirque du Soleil doe jij. Ja, precies. En de editor zet hier dan zoiets heel cools, Elimination Zone, neer. En dan ja? Kan die dat bij mij ook? Ja, doe maar. Oké, kan je hier dan mijn IP-adres? Ja, dit is natuurlijk heel moeilijk met dit, hè. Dat, Je hebt net wel echt heel veel tijd gehad, hoor. Bij Stefan ging het echt heel snel. You impressed me, bro. Dat wel. Ja, dat was wel chill, dat we even de tijd namen, zeg maar. Ja. Frank. Gozer. Finale. Ja. Let's go. Bizar. Eén van ons kan zich nog steeds spelen. Frank. Ja. Jij. Ik. Ja, Steef. Ander Elimination Zone, samen met Don en... Hoe heet je ook weer? Ja. Nou, wil je dit echt doen? Nee, ga je samen met Chandler. In ieder geval, de hel staat nu op 7000. Net zoals nu op 4000. Dus ja, bijna precies. Twee keer zo lang kan het duren. Want dan voorkomen we de situatie die net zich voorspeelde bij... Het is bijna onmogelijk om in één keer eraf te klappen nu, denk ik. Ja. We beginnen? Moet er 7000 kilometer naast zetten. Ik ben er klaar voor. Deze gaat Stefan wel pakken, denk ik, hoor. Stefan is wel echt goed, ja. Stefan is wel echt goed. Ik vind dat irritant. Oh, oké. Okay. Nee, maar dit komt goed uit, want hier was ik dus laatst nog. Even kijken. Ja, ik zie een droom. Ja, ik weet het. Dit is wel in ieder geval tropisch. Dit is een beetje tropisch, ja, dit zegt hè? Mij dus helemaal niks, hè? Ja. Oh. Alhoewel, dit zou ook Stefan nog wel eens... Stefan ziet het meteen. Ja, Stefan ziet het meteen. Dat bedoel ik dus. Hij ziet het meteen. Zet hem onder druk, doe het. Wow. Maar je ziet het ook meteen. Ja, wacht. Ja, waar de fuck is dit, ouwe? Frank, het gaat toch geen clean sweep zijn? Oh. Wat? Oeh, man. Waar de fuck was dit? Was het Maleisië? Dit gaat heel snel. Maar is nou... Zo. Singapore. Het gaat hard. Singapore. Hij zat er met 8,4 kilometer naast. Ja, hij wist precies wat Singapore is ook klein, hè? Hij was precies.
Dit is zo. Wat? Oh, hij doet het zo snel. Dit is zo deze vals. Steven. Frank pressures on, man. En Frank heeft nog maar 2000 over, hè? Ja. Al zit hij er nu ver naast, is het klaar. Frank, 3 seconden. Oké, je hebt jezelf een beetje gered. Nou, gered. Nice, Frank. Nog steeds verloren, maar... Ja. Waar de fuck zijn we? Oké. Ah. Ja, ik ga sneller. Oh! How the tables have turned. Hij heeft iets gevonden hoor, wat hij weet. Oh, kut. Fuck! Oh, shit. Nee. Ik was in de war. Maar ik moest... Kleine tegenvaller. Ik was in de war. De comeback. Het is aan de positieve kant. Hé, Frank. Je kan bloeden. Dat is goed om te zien. Gewoon. Jezus, dat was het laatste nog. Ik was hier ook volgens mij ooit een keer, man. Beland, jongens. Een bouwval, heel weinig groen, het heeft ooit onder water gestaan. Okay. Typisch Almere, ja? Typisch Almere. Ja, ik wil hier geld op inzetten zelf. De druk is aangezet. De ketel fluit. Er is hier een. De kookwekker gaat af. Ik ben benieuwd. Andere synoniemen dat de tijd dringt. Waar gaan we heen, Frank? Zeg het nu. Ja, we gaan hierheen, maat. Where are we going? Pak de ticket. Woe! Minimaal. La Paz, gozer. Ook wel nog geen hoofdstad. Nog 1500. Damn, shit. Hoe kon ik ernaast zitten, gozer? Maar hoe weet hij dat? Ja, hij is overal al geweest, hè? Zou dat het zijn? Nee, dat was Frank. Frank die was hij bedient die Google-auto met die camera's. Dat zijn van zijn beelden. Dat zou goed kunnen. Dat is het. Dit gaat niet goed. Weer een lastige. Oh ja, overduidelijk. Oh. Maar het is nog niet de genadeklap. Hoe kan je zo goed zijn? Ik snap niks. Oké. Zal dit de laatste ronde zijn? Ja, het ziet er wel uit, ja. What the fuck? Ja, Steve. Wat? Maar dit slaat gewoon nergens op. Ja, Stefan, die weet het ook gewoon. Kijk, klaar. Hij heeft niet eens bewogen. Nee. Hij heeft niet eens bewogen. Hij knippert twee keer met zo'n reis. Ja, Almere. Ik heb misschien een... Ja, oké. Okay. Frank. Ja? Het kan ook minder dan 10 seconden. Het kan ook iets anders zijn namelijk. Het zou kunnen dat je deze pakt, man. Bro, als je deze op... Hoe heb ik... Ik heb hem iets te snel gezet. Oh, kut, nou dat is het. Ja, fuck. Oh. Ja, nou is het klaar. Nee, niet. Nee, niet. Het is juist andersom. Oeh. Is wel een klapper. Ik wou net zeggen, als je mooi, hier dichtbij Frank, zat... Frank. Hij zit met geknepen billen. Ik zie hem hoger zitten dan normaal. Ik was te snel. Snel kiezen wil dus niet altijd zeggen dat Stefan het weet. Maar hij deed ook een soort challenge, hè? Ja. Hij bleef gewoon stilstaan, zei hij. Ja, dit is het. Ik voel het wel, Almere. Ja, kijk, gaat hij weer. Jongens, jullie gaan het niet geloven, maar oprecht... Hier was ik laatst nog. Twee keer klikken en hij denkt, klikken, het is hier. Ja, ik zweer het, hier was ik laatst nog. Gasten, maar ik weet waar het is. Was jij daar bij dat huisje? Want ja. Ik heb daar ook volgens mij. Ja. Ik heb je daar gezien inderdaad. Gozer, ik was daar serieus. Nee! Fuck! Wat scheelde dit? Je leeft nog. Oh my god. Wat de fuck moet ik weten dat het Finland is? Als ik maar 5 seconden de tijd krijg. Het is verwarrend, want je hebt ook gele... Maar je was daar laatst nog. Hier was ik wel echt serieus laatst. Oh, wacht even. Dit is Brabant. Dit is avifauna. Oh. Dit ken ik. In die bossen, daar zitten dus heel veel vlinders en vogels, hebben ze dan.
Dan kan je dus betalen om binnen te komen. Weet je, dat ken ik, ben ik wel. Dan geven ze je soms geven ze je zo'n cupje met jam erin. Ja, en dan komen ze. En dan mag je zo staan en dan gaan de vogels op je arm zitten en gaan zo eten uit het cupje jam. En als je dan zo doet, dan gaan ze zo weg. Weet je wat dit betekent, Chapmo? Ja, ja. Precies. Ja. Trouble. Hij kent deze fucking taal natuurlijk weer. Maar dit is wel waar hij zich dus in vergist. Ik ook. Nee, laat maar, Thailand, kut, sorry. Bro, hij zit er weer zo dichtbij. Wow. Kut. Damn. Hey, zo, dat voelt trouwens wel even heel lekker, man. Hoe voelt die bank daar? Ja, dit is heel lekker. We zijn weer compleet, hè? Oh, wow. Wij met z'n drieën, danger zone vorige keer, nu safe zone. Mooi. Weet jullie ook hier hoe het voelt? Mannen. Ja, dat wat ik al zei. Dus we gaan met z'n drieën dus nu naar de elimination zone. Hier de volgende keer. Egbert. Puk. Ik kom eraan. Vergeet even niet te liken en te commenten. Abonneren op dit kanaal natuurlijk. Ik vergeet het altijd te zeggen. Natuurlijk, abonneren in de comments. Dank, jij me wat? Ja, kutzooi. Yeah! Yeah! Lekker weg, Pik. We gaan eraan. Don, Chapmo of ik. Tot de volgende aflevering.